Dat moment was eigenlijk toen de deadline hadden. Ja. <laughs> ik dacht, ik dacht wauw. Dit is het gewoon. En ik wilde nog, ik wilde nog uh, wat meer mijn eikwijt. Maar je, de muziek moet natuurlijk ook in dienst zijn van de documentaire. We kunnen niet aan Pirates of the Caribbean denken zonder de klanken van Hans Zimmer te horen. Zelfs de mensen die Super Mario nooit hebben gespeeld, kennen het bekende deuntje. Dat is allemaal mediamuziek. Ook in Nederland hebben we mediacomponisten die op hoog niveau muziek maken voor films, series, games en reclames. Daarom zetten we hen graag in de spotlight met de Buma Music in Media Awards. Zoals Benjamin Nakoma. Hij is genomineerd met zijn muziek voor de documentaire Een gat in mijn hart in de categorie nieuw Talent Award. Wel, oh, de dan. Ik was er niet bij, maar ik heb er wel van gehoord. Mijn naam is Amber en dit is Buma Music Emotion, Behind the Track. Ben je welkom? Dankjewel. Je bent in twee categorieën genomineerd voor jouw muziek. Mm -hmm. Ik wil het in deze aflevering met jou graag hebben over de documentaire Een Gat in mijn Hart. Mm -hmm. um, een documentaire gemaakt door de eerste documentaire van omroep zwart ja. gemaakt uh, vanuit het idee van aquatie uh, over de belmar-ramp. Uh, hij woonde uh, als vierjarige jongen in de belmar en uh, vanuit daar uh, heeft hij met de kinderen destijds uh, hebben ze een boek gemaakt, een gat in mijn hart. En hij is nu dertig jaar later gaan kijken hoe het nu met die kinderen is in het boek waren tekeningen uh, verhalen van kinderen uit die omgeving. Mm -hmm. um, waarom wilde jij uh, over de, meewerken? Aan deze documentaire in het kader van de muziek? Uh, ja, ik ben, ik ben dus zeg maar opgegroeid in de flat waar de Belmaram heeft plaatsgevonden. Mm. En mijn vader woonde toen ook in die flat toen het gebeurde. En die was op die zondagavond in de kerk. Dus als hij thuis was gebleven, was hij er waarschijnlijk niet meer. Mm. Uh, dus ja, er zijn heel veel raakvlakken voor mij gebonden aan dit verhaal, waardoor ik dacht: van ja, dit is een no-brainer. En uh, ja, ik speelde ook best wel vaak rondom het monument, daarachter. Dus ik ben er eigenlijk mijn hele leven mee geconfronteerd. Ja. ja. De Belma Vliegtuig was dus ook een thema bij jullie thuis. Ja, ja. zeker, zeker. Hoe ben je dan betrokken geraakt? Uh, hoe wist je dat deze documentaire daar nou, Hoe zijn ze bij jou teruggekomen? Uh, ja, Aquasi uh, ben ik goed mee bevriend en werk ook al uh, best wel mee samen. Um, op... Uh, uh, muziekgebied in de zin van dat ik uh, dingen voor hem produceer, maar ook live voor zijn live shows uh, werken we ook veel samen. En uh, toen hij omroep start begon, uh, hield hij me gewoon wel nauw betrokken bij, bij het feit dat hij, dat hij me ooit nodig zou hebben en met, met hoe hij dat zou willen doen. En toen was het één keer gewoon van ja, ik ga deze documentaire maken. Maar hij wist toen nog, nog niet dat, dat ik... Zeg maar, ook de connectie had met, met de Belmramp. Dus uh, ja, zodoende eigenlijk. Die gemeenschappelijke connectie, hoe heeft het, Want Ar Kwasi is ook artiest, net als ja, jij. Klopt. Jij doet het onder de artiestenaam Benny Hanna. Ja. Um, waar hebben jullie het opgepakt? Hoe ben je begonnen met muziek maken voor deze docu? Mm, ik heb uh, samen met de regisseur uh, Olivier Garcia. hebben we eigenlijk uh, brainstorm sessies gedaan. En hij heeft me dat boek meegegeven, uh, het origineel exemplaar van uh, een Gat in mijn hart. Dus ik heb me daar eigenlijk heel veel door laten inspireren. En we hebben eigenlijk een soort van research gedaan naar wat voor muziek ons raakt. En wat we zouden willen betrekken bij de film. En dat bleek wel meer een soort van klassiekere uh, benadering te zijn met meer uh, violen en piano's. Dus uh, ja, daar zijn we voor gegaan. En ik heb dat uiteindelijk gewoon in mijn eigen jasje gestopt. En welk jasje is dat? Uh, ja, ik kan het moeilijk. Uh, ik wil het niet echt in een hokje plaatsen, maar ik denk dat je het wel terug hoort in mijn muziek. Het heeft gewoon een bepaalde flair. Ik denk dat je het soulfulness zou kunnen noemen. Ja, dat is zeker. Ja, ja. Je zegt dat jullie hebben gekozen voor de klassieke aanpak. Ja. Um, nou, meer qua geluid. Niet, niet per, uh, niet per uh, werkwijze, maar meer klassiek qua, qua geluid. Qua geluid, ja. Dat vind ik interessant, want uh, bij mijn vliegtuigramp uh, is 30 jaar geleden. Maar jullie zijn allemaal hele jonge mensen die op jullie eigen manier daarmee in aanraking zijn gekomen. Mm -hmm. uh, de stijl van Aquasie, de stijl van jouw kennende, had ik verwacht dat het misschien juist meer ook de hip-hop kant op was gegaan. Ja, mm. yeah, snap ik wel. Uh. Um, yeah, ja, we waren gewoon op zoek naar iets wat. Um, alles Allesomvattend genoeg was om, om de emotie van, het, van de situatie uit te kunnen leggen. En, en uh, de muziekstijl waar we voor hebben gekozen, de aanpak was. Ja, het wekte wel een bepaalde emotie op. Uh, en ik denk dat als je dat door middel van hiphop had gedaan, dat je misschien nog wel. Ja, dan was je gebonden aan dat geluid. En dat is heel specifiek ofzo. Ja. Dus uh, ja, vandaar. Vandaar dat we het zo hebben uh, benaderd. Ja, de docu gaat heel erg over de uh, persoonlijke verhalen van uh, toen nog de kinderen die daar uh, woonden. Mm -hmm. um, wat was het verhaal wat jou als eerste raakte? Of wat heb je als eerste onthouden uit het boek wat jij meekreeg? Um, ja, het boek waren dus eigenlijk vooral uh, tekeningen van, die, van de jongere mensen. Uh, en ze waren natuurlijk zo jong dat, dat ze niet echt begrepen wat er aan de hand was. Dus de ene maakte een soort van blije tekening. Uh, dat die weer op school was. Want de, de scholen waren eventjes gestopt, natuurlijk. En de andere die maakte weer een droevige tekening. Uh, met dat de flat in brand stond. Uh, dus ik vond dat. Uh, ja, ik vond het heel, heel, heel. Ik voelde dat heel erg, zeg maar. Het inspireerde me ook, maar vooral toen ik documentaire de documentaire. Uh, zeg maar, de beelden zelf begon te zien. en de verhalen meekreeg van de kinderen die toen weer oud waren. Uh, was er een van wat me echt. Uh, Echt, uh, ja, ik, 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 uh, ik voelde dat heel diep van binnen. En dat was uh, iemand waarvan haar uh, broer volgens mij op het balkon stond. Vlak voordat het gebeurde. En die is dus gekatapuleerd naar buiten. En uh, die had het volgens mij niet overleefd. Oh. Maar zij, zij weer wel. omdat ze toen in de badkamer was. Wat een heftig verhaal. Ja, ja. Dat, ik, dat verzeer je gewoon niet. Dat is uh, echt, uh, echt, echt heel gek. Ja. Ja. Maar is dat dan ook uh, de persoon bijvoorbeeld die je in je hoofd hebt als je die muziek maakt? Uh, ja. ja, maar ook verhalen zoals die kinderen die dan aan het buiten spelen waren, ietsjes verderop. En dan dat zien gebeuren, omdat ze nog op een best veilige afstand zijn, maar zo erg in shock zijn en niet begrijpen wat er gebeurt. Dat. En ik denk ook als ik mensen spreek nu nog steeds daarover, dat ze nog steeds niet snappen hoe zoiets kan gebeuren. Dus het is echt die verwarring. Dat, dat voel ik heel erg. De verwarring, maar ook de, het naeffect van de schade. Uh, dat zijn de gevoelens die ik wel echt meeneem in, in het maken daarvan. Ja. En hoe heb je dat. Uh, hoe horen we dat terug in, ja. in de muziek? Want je zei net al piano, violen, de klassieke aanpak. Mm -hmm. Maar hoe horen we deze gevoelens van jou? Hoe we dat terug in de documentaire? Ja, ik, 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 ik heb soms ook bepaalde elementen erin verwerkt die een beetje. Uh, ja, best mysterieus zijn. Qua, <laughs> qua fragmenten, om het even zo te noemen. Dus dat ziet, denk ik, op die verwarring van. oké, okay, hoe verder nu? En er waren ook bepaalde gedeeltes waarvan mensen nog niet wisten waar hun uh, nabestaanden waren. die dan ook betrokken waren in het ongeluk. Uh, dus ik speelde heel erg met de dynamiek. Soms was het heel verdrietig, maar soms was het van: oké, okay, afwachten, wat gaat er gebeuren? Dan hoor je van: oké, okay, de persoon is gevonden, hij heeft het overleefd, maar die is wel verlamd. Dus dan is het dubbel, mm, <laughs> weet je? Yeah. Uh, dan, je voelt verdriet, maar ook opluchting. Dus uh, ja, ik speelde heel erg in, op gevoel natuurlijk, speelde ik heel erg in op het verhaal, uh, de verhaallijn. Ja. Yeah. Yeah. De verhaallijn in film, in documentaire, ja. verandert ook constant. Afhankelijk ja. van de edit. En van een documentaire. Je weet nooit van tevoren precies welk verhaal je krijgt. Ja. Um, hoe moeilijk is dat? Is dat moeilijk om dat uh, constant aan te passen? Het is, het is een flinke uitdaging. Um, want het blijft ook niet bij één versie, <laughs> er zijn gewoon uh, tientallen versies. Dus. Net wanneer je denkt van, oké, okay, ik snap nu de verhaal die al natuurlijk gewoon heel dynamisch is van zichzelf. Dan moet je het weer veranderen. Maar het belangrijkste is natuurlijk gewoon dat je in de kern weet wat voor verhaal jij muzikaal wil vertellen. En dan kan je gewoon schuiven samen met de regisseur of met de editor. Uh, totdat jullie gewoon samen op een punt komen dat je denkt van, hé, hey, dit, uh, dit is goed genoeg. Want je gaat nooit helemaal tevreden zijn als, als creative, weet je ik denk dat je altijd wel denkt van oh ik had dit anders kunnen doen maar dat, dat uh, heeft ook wat denk ik te maken met perfectionisme ja ja zeker ja, <laughs> ja dat ben ik ben ik wel ja, ja ik ben wel een perfectionist <laughs> maar dat is dan ook een fantastische uitdaging om op een gegeven moment dus tevreden te zijn met wat je ja ja zeker flinke uitdaging ja. wat ja. was dat moment dat moment was eigenlijk toen de deadline hadden. Ja. <laughs> ik dacht, ik dacht wauw, dit is het gewoon. En ik wil er nog, ik wilde nog uh, wat meer mijn ei kwijt. Maar je, de muziek moet natuurlijk ook in dienst zijn van de documentaire. Mm -hmm. En het, het, het team was er tevreden mee. En dan gaat er even wat tijd overheen. En dan denk ik van oh ja, eigenlijk is het wel gewoon goed zo. <laughs> Oh, dat zeker. Ja. Hij was uh, genomineerd voor de Gouden Kalveren. Ja. de documentaire. En ja. uiteindelijk uh, door het hele land uh, op verschillende plekken in première uh, gegaan, in verschillende ja. zalen. Uh, waar heb jij de première uh, beleefd? Um, ik heb de première um, eigenlijk in een soort van besloten kring, heb ik uh, die meegemaakt. Ja. Met de mensen die betrokken waren erbij. Hmm. Dus uh, dat was heel fijn. Vertel, hoe was dat? Hoe, hoe was het voor jou om. De, Complete film op groot scherm met al die betrokkenen uh, en dan jouw muziek. Hoe was het om dat te zien, het, het eindresultaat? Um, ja, heel tof. Wat, wat ik net ook zei. Je bent dan vlak voordat het klaar is, denk je nog van: oh, ik wil dit nog even aanpassen. En toen zat ik natuurlijk al in de fase dat er tijd overheen ging en ik neutraal, zonder alle gedachten, gewoon even mocht kijken, mocht ervaren. En uh, was mooi. Was, uh, was heel mooi. Ja. Ja. Waar ben je trots op bij dit document? Mm. Uh, ik denk dat ik het meest trots ben op het team in verhouding tot dit onderwerp. Dus dat het niet willekeurige mensen zijn die hieraan hebben meegewerkt, maar wel mensen die echt baat hebben bij dit onderwerp. En een gekke fun fact: uh, Ik, Aquasi en de regisseur zijn alle drie geboren op zondag. De ah, dag waarop het ongeluk is gebeurd. De zondagskinderen. Ja. ja, dus dat was ook wel een beetje gek. Ja. Ja. Maar ja, kortom, ik ben gewoon echt ja, super trots op de verschillende raakvlakken die gewoon bijeenkomen en dat alles gewoon zoveel sens maakt en het zo puur aanvoelt. Ja, Mooi. Heel tof project. Ja. Na een nominatie voor de Gouden kalf nu ook genomineerd voor de Buma Music and Media Awards. Yeah. Gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Heel veel dank voor je tijd en heel veel succes uh, straks bij de uitreiking. Thanks. Thanks. Dank voor het luisteren. Het werk van de componist vind je in de show notes. Daar vind je ook meer informatie over de Buma Music and Media Awards. Volg deze podcast als je nieuwsgierig bent naar de verhalen van andere componisten en het werk wat zij hebben gemaakt.